Hij was het gezicht van onze politiek in de jaren nul. De man van paars, van de modelstaat. De man vooral van het groot liberaal gedacht van meer van beter. Het Junk dat premier werd. Wat is er overgebleven voor de jaren 10 en speelt hij in het vaderland nog een rol? Of is hij gewoon de enige politicus die weet dat Europa in eigen land ligt? Verhofstadt, welkom. Hoe gaat het met u trouwens? Uitstekend. Want ik vraag u dat omdat u bij vergelijking met vroeger op dit moment een wat verborgen bestaan leidt. Verborgen zou ik niet zeggen, maar op een andere plaats, op een ander niveau. Ja. Namelijk niet meer in de wedstraat, maar... En veel in het buitenland. Veel in het buitenland. Moet u overigens ook een gezond en een gelukkig 2010 toewensen. Ons gelijke. Dank u wel. En gefeliciteerd met de nieuwe uitzending. Ja. We zullen proberen het beste van te maken. Maar wat die wensen betreft, ja, ik vrees dat 2010 een wat somber jaar zal worden. Het zal u ook opgevallen zijn bij allerlei voorspellingen en beschouwingen. Tenminste, toont dezelfde angst om de toekomst, onzekerheid of zelfs zekerheid, maar dan dat de jaren 10 voor Europa magere jaren zullen zijn. Het zal al een mirakel zijn als we kunnen houden wat we hebben. Een impressie. Money back for the American people. I understand, sir, but you can't come in. Can you just take the bag? No. Take it up there? Absolutely not. Fill it up? We zijn misleid. We zijn bedrogen. We are today for all the plants in the Europe, in the Spain, in French, and Belgium, and Romania, and Polish, and Czech Republic. Ze hebben ons al een jaar aan het lintje gaan we hier gewoon. Dan kunnen ze nog ons wijs maken eigenlijk niks. Ja, ik kan u zich hard voorstellen dat u op het punt staat of dat u het gevoel heeft de job te verliezen? Ik denk dat wij dat ons te weinig kunnen voorstellen, maar het is wel een realiteit. En die realiteit zal niet verdwijnen in de komende dagen of weken of maanden zelfs. Hè. Want dat is het gevoel, hè. We hebben het gevoel dat we collectief armer gaan worden in Europa. Ja, maar de wereld verandert inderdaad fundamenteel. Het is niet alleen in Europa. Het is, de wereld heeft af te rekenen met een economische en financiële crisis als we die nog nooit hebben meegemaakt. En dat gaat aanleiding geven nog tot inderdaad heel wat aanpassingen in de komende jaren. Maar daarbovenop komt er iets anders. Namelijk de wereld verandert totaal. Ja. De wereldverhouding verandert. Maar die verandering in de wereld is natuurlijk dat bijvoorbeeld de Chinezen rijker gaan worden. Exact. En wij armer. Dat zeg ik niet. Het is niet nu zo dat als de Chinezen rijker worden, dat er anderen armer gaan worden. De hele wereld zal wel vooruit gaan. En ook wij kunnen nog altijd groeien in de toekomst. Geloof je dat echt? Ik denk dat ja, dat kan. Maar, dat vraagt inspanningen van ons, aanpassingen van ons, hervormingen van ons. En de vraag is dus niet, ja, gaan we armer of rijker worden in de toekomst, maar zijn we bereid om die hervormingen door te voeren, om ons aan te passen? Zijn we bijvoorbeeld bereid om in te zien dat ja, een land gelijk België, maar ook Duitsland, Frankrijk, Engeland, niets kunnen als ze alleen blijven en dat alleen als Europa echt gecreëerd wordt als een politieke unie, die als een eenheid optreedt, dan is er bijkomende welvaart voor de Europeanen weggelegd. Want dan kunnen wij natuurlijk opnieuw competitief worden, bijvoorbeeld met China, bijvoorbeeld met India, bijvoorbeeld met de Verenigde Staten van Amerika. En dat is vandaag niet meer het geval. Ja, maar de vraag is of het zo simpel is. Hè? Europa, en of dat nu België is of Duitsland, globaal gesproken staat dat voor een model waar inderdaad vrije concurrentie bestaat, maar ook een vorm van sociale bescherming. Mm-hmm. We zorgen voor elkaar. En die moeten we behouden. Dat moeten we behouden. Kunnen we dat behouden? We kunnen dat behouden als we ook een competitieve economie hebben. Het is natuurlijk een illusie van te denken dat als we economisch verarmen, geen competitieve economie hebben, dat je dan sociale zekerheid... Als we niet economisch draaien, dan verdwijnt die sociale bescherming. Maar het is wel mogelijk om het te doen. Dus ik ben tegen die doemscenario's, want ik denk, ja, het is het einde van Europa en dergelijke
meer. En nu is het al China en India wat de klok slaat. Europa, als het zich verenigt, kan haar sociaal model veiligstellen en kan haar sociale bescherming veiligstellen. En kan opnieuw economisch gaan groeien. Maar dan op een totaal andere manier dan we nu bezig zijn. Nu is iedereen in zijn hoek bezig. Ja. Zie bijvoorbeeld de economische en financiële crisis. In plaats van één herstelplan, zoals Obama één herstelplan had, hoeveel hadden er wij? 27. Ja, ja. Maar... En daar moeten wij van af. Namelijk denken dat wij nationaal, elk in onze hoek, Belgen, Nederlanders, Fransen, Duitsers, het alleen aankunnen. Want dat leidt alleen maar tot verspilling van krachten, tot protectionisme. En dat is het einde maar van. Maar nog altijd op dat model, we hebben het ook in het filmpje gezien. Wij leven in een kapitalistisch systeem. En de mensen hebben daarin geloofd gedurende enige tijd. En op een bepaald moment blijkt dat systeem hen te hebben bedrogen, letterlijk. Ja, ja? Dus ze waren hun geld kwijt. Er is geen alternatief voor de markteconomie zoals we ze nu kennen. Hè. In gans de maar crisis, bedrog, dat bestaat wel. Het is te zeggen, er zijn een aantal fouten gebeurd. Namelijk te weinig reglementeringen zijn uitgevaardigd geworden. Men heeft over het hoofd gezien dat er mensen enorme winst, enorme dividenden boeken. Dus kapitalisme is te wild geweest. Het kapitalisme, een aantal mensen hebben gedacht dat het kapitalisme zelf de samenleving zou regelen. Ja. Autoreguleren, en dat bestaat niet. Ik heb daar ook in geloofd. Ik ging net zeggen, 15 jaar geleden herinner ik me ook dat ik dacht, de markten regelen zichzelf wel. Ja. Dat noemde dan zelfregulatie. De onzichtbare hand is dat. De onzichtbare hand, maar pas op, de onzichtbare hand is eigenlijk een uitspraak van Adam Smith. Ja. En die schreef al in de 18e eeuw dat markten regels nodig hebben. Want als markten geen regels hebben, dan is het een jungle. Dus met andere woorden... Maar mag ik iets vragen, waarom is u van gedacht veranderd? Door schade en schande, wat we nu hebben meegemaakt? Nee, dat is al meer dan 10 jaar. Ik ben geëvolueerd de jongste 10 jaar. Ik heb ook een regering gedurende bijna 9 jaar geleid met verschillende politieke partijen. En ik heb, moet u zeggen, ik heb daarin geloofd en ik heb tot mijn schaam en schande, laten we het zo maar zeggen, ondervonden dat dat niet bestaat. Okay. Dat je dus met andere woorden enkele regels nodig hebt. Geen overregulering, want ook de huidige crisis is een stuk toch een beetje het gevolg van een verkeerde regulering, overregulering ook. Dus okay, en regels die in dit geval komen van Europa, neem ik aan. Die moeten komen van Europa. Ik neem nu het voorbeeld, al die financiële producten waarover het gaat en die die financiële crisis hebben veroorzaakt. Alles is gereglementeerd. Uw melk, uw brood, een auto die gekoopt, maar financiële producten niet. Dat is natuurlijk onzin. Dus minimale kwaliteit. Daar is een fout gemaakt. Dat is een fout gemaakt. En die fout is niet in Europa in eerste instantie gemaakt. Die is in eerste instantie in de Verenigde Staten van Amerika gemaakt, waar die financiële producten zijn uitgevonden. Ja. Ik vind dat een ongelooflijk verhaal, Europa. Maar er is een raar kantje aan. De mensen geloven het niet. En als ze trouwens rondkijken, hebben ze ook goede redenen om het niet te geloven. Britten, Fransen, Duitsers, de grote landen, kiezen vaak voor zichzelf.